Een paar maanden geleden zat ik met mijn vader in de auto toen we werden aangereden. Een vrouw was afgeleid door haar telefoon en reed van achter op ons in. Gelukkig waren er geen gewonden, maar ik kan de schok nog steeds voelen. Zo was er ook een man die met 90 km per uur op een auto inreed. En dat liep echter niet zo goed af. Een moeder en een kind raakten zwaar gewond en een peuter van 2 jaar overleed. En dit alleen omdat die man zo nodig even op zijn telefoon moest kijken. Bijna iedereen kent het wel. Je zit op de fiets of achter het stuur en je krijgt een appje. Even checken, denk je vaak. Maar is dat berichtje nou echt zo belangrijk? Is het echt belangrijk genoeg om niet alleen je eigen leven, maar ook het leven van anderen te riskeren? We krijgen wel een boete, maar die boete is zeker niet zo hoog als de boete voor rijden onder invloed van alcohol. Die is namelijk wel van 600 tot 3000 euro. Terwijl die van telefoons in het verkeer maar 220 euro is. En is dat niet net zo erg? 89% van de Nederlanders gebruikt zijn telefoon wel eens tijdens het deelnemen aan het verkeer. En de ongelukken op de weg zijn met 30% toegenomen. Zo zijn er zo ongeveer 630 dodelijke ongelukken per jaar. Maar er komen ook nog eens 20.000 gewonden bij. Dat is een kleine stad. In Zuid-Korea is het voor jongeren onder de 18 jaar verplicht een app te downloaden die ze verbiedt bepaalde sites te bezoeken of apps te downloaden. Waarom verplicht de overheid iedereen in Nederland niet een app te downloaden die het berichtverkeer uitschakelt zodra je harder gaat dan 10 km per uur? Dan is het niet mogelijk om even je berichten te checken totdat je stilstaat. Want samen zorgen wij voor een veilig Nederland.